In Harskamp op het terrein van Smachtenburg worden archeologische opgravingen gedaan. Er zijn een aantal resten van middeleeuwse nederzettingen gevonden. Bewoners en belangstellenden komen kijken naar de werkzaamheden van de archeologen. We staan in Harskamp in het plangebied Smachtenburg, waar we bezig zijn met een archeologisch onderzoek naar een middeleeuwse nederzetting. Ja, hier hebben ze nu een put en daarvoor aan er liggen nog allemaal potten en zo. En ze zijn al een poosje met graven bezig. Heb je op school er ook iets over gehad? Een klein beetje met mijn meester. Ze zijn hier achter mij een waterput aan het opgraven uit de middeleeuwen. We zitten hier dus in een nederzetting. Elke boerderij had zijn eigen waterput. En hier zijn we een van die waterputten verder aan het onderzoeken. En dat doen we met behulp van een graafmachine. Die wordt langzaam laagje voor laagje opgegraven en blootgelegd. Hoeveel dagen of hoeveel uren gaan hierin zitten in deze put? We hopen dat we deze vandaag klaar hebben. Dus een half dagje. Ja, we zien hier achter ons dus twee rijen van grote kuilen liggen. Dat zijn de lange wanden van zo'n plattegrond. En we staan hier feitelijk dus midden in zo'n huis uit de middeleeuwen. Het muurtje is een, weet niet helemaal zeker of het bij het huis hoort of toch uit een jongere periode dateert. Maar het is een klein bakstenen vloertje. Waarschijnlijk een deeltje van een haard geweest of een oventje. Een opgraving van deze omvang kan veel duidelijkheid geven over de vroegere bewoners van het dorp Harskamp en de huidige bewoners een beeld geven van hun voorvaderen en het gebied waar ze nu wonen. Ik word hier wel blij voor de mensen in de omgeving, zeg maar, die in hun eigen omgeving nou eens iets horen van de geschiedenis van de omgeving. En dat is bijzonder. Maar ja, het is lokaal, is het belangrijk. We zijn nu 5 weken bezig. En hoeveel mensen werken er aan mee? Het verschilt een beetje. We werken hier met een vast team van 6 man. Daarnaast zijn er nog vrijwilligers van de AWN die meewerken met de opgravingen. En die komen af en toe een ochtendje of een dagje helpen. En hoe lang verwachten jullie nog bezig te zijn? Als alles goed gaat zijn we volgende week klaar met het onderzoek. Dat is snel. Tenminste met het veldwerk. Dan nemen we alles mee naar binnen en dan wordt er een rapport geschreven. Dus worden alle vondsten onderzocht. Dit is een middelgrote opgraving. Er liggen diverse putten open waar heel veel sporen in te zien zijn. Ik heb het me nog niet uit laten leggen wat er precies is en hoe oud het is. Maar er zijn al heel veel sporen te zien. Dus er zit ongetwijfeld een flink verhaal bij.